En dan, ja, de grote rit van het wereldkampioenschap. Links, Dan Jansen, de Amerikaan, die iets meer dan 0,2 seconden heeft goed te maken op Igor Zelezovski. Zelezovski, verleden jaar, wereldkampioen in Heerenveen. De man is nu 22, komt uit het allround schaatsen, komt ook uit Minsk. Zelezovski wil niet te veel verliezen. En wat doet Jansen? Hij opent als een raket. 17-15 is een ongekend sterke opening. En wat doet dan de Rus? Die weet dat de Amerikaan achter hem zit op die kruising. Jansen komt naderbij. Hij loopt een prachtige binnenbocht. Versneld, want hij wil daar Zelezovski pakken. Wild uit die bocht, wijd. Maar kijk eens naar het verschil. Hier op 600 meter. Dan zit er al 2200 ertussen en dan kan Dan Jansen wereldkampioen worden. Het vervolg is boeiend. Hij gaat naar de wissel en dan gebeurt het volgende. Hij verliest zijn techniek, gaat werken en Zelezovski maakt gebruik van zijn techniek. Trekt op die wissel naar hem toe, duikt dan die bocht in en kijkt naar het verschil in de bocht. Daar komt de echte wereldkampioen. Magistraal mooi. Hij zal niet aan de tijd van Tomic komen, of misschien wel. Maar hier is de nieuwe wereldkampioen Igor Zelezovski, wat een tijd, 1.14.14. Hij dus, de nummer 1 in Japan. Rusland weer bovenaan. Dit is de nummer 2. En het algemeen klassement ziet er zo uit. Dat was het WK in Japan.